I don't even care. We're all on Adderall. Like, I don't even give a fuck. Met deze uitspraak heeft Corey Friese, oftewel Samvis, iets losgemaakt in de gamingwereld. De bekende gamer zei dit in een interview in juli 2015, tijdens een toernooi. Hij speelt professioneel Counter-Strike, wat een first-person shooter is. Friese claimde dat zijn hele team toen aan doping deed. It was pretty obvious, like, if you listen to the comms, like, I don't know, people can hate it or whatever. Tons everyone do does Adderall at ESALN, right? Yeah. So, throwing that out there for the fans. Game over. Sindsdien zijn er bij een paar toernooien en organisaties regels over performing enhancing drugs. Maar voor de gamers die thuis spelen blijft het een mogelijkheid. Cafeïne, wat ook je prestaties kan verbeteren, is niet nieuw. Adderall is de equivalent van Ritalin en veel gebruikt door kinderen met ADHD. Adderall is in Amerika overal en makkelijk verkrijgbaar en blijft daarom aanlokkelijk voor gamers. What's going on, fellas? Hope you're all having a wonderful day. Back with another video. Today's video we're talking about Adderall. So yesterday I took Adderall for the first time ever. I took it because I had to do some schoolwork. I had to do like a lab report and a research paper and stuff like that. So. And it's banned in esports, so I was like, why not just play some Fortnite while I'm on it, make a dope video. I took it while drinking a Red Bull, and I just, like, I literally felt like Jesus while playing Fortnite. Not actually, like, well, not fucking, it's not cocaine, but, like, you get the idea. Friese blijft volhouden dat toen hij in 2015 uitsprak dat zijn hele team Adderall gebruikte, het juist hun prestaties verslechterde. Maar het feit blijft dat het je helpt concentreren. Het probleem met Adderall is dat het niet verboden is. Er zijn geen wetten of regels verbonden aan het thuisspelen van spellen onder invloed. Wanneer gamers professioneel gaan spelen, is het makkelijk om het dan niet te nemen. ESL, een organisatie die grote gametoernooien produceert en veel prijzengeld erin stopt, heeft zelfs een speciaal comité aangesteld om het dopingprobleem te onderzoeken. Ian Smith, deel van het comité, zei in 2018 dat ze meer dan 300 professionele gamers hebben getest tijdens evenementen, maar dat er toen geen dopingpositieve resultaten waren. Net zoals steroïden, supplementen en harddrugs die problemen veroorzaken bij Olympische sporten, zijn drugs als cafeïne en Adderall een probleem bij e-sports. Alleen is het minder zichtbaar en nog belangrijker, niet illegaal. Secures in the triple kill. He's going for another. They're not done yet, OG GH. He's got the stolen ink swell. They'll keep their distance. Jax closes the gap. GH is enchanted.